Martin, goedemorgen. Hey Edwin, goedemorgen. Het is alweer even geleden. Ja, een tijdje geleden, maar we hebben weer prachtig weer nu. Ja, hey, maar volgens mij is het ook een tijdje geleden, omdat jullie het gewoon hartstikke druk hebben. Want ja. Ik zei het gisteren nog tegen mijn vriendin. Huizen staan te koop, hier achter je ook. Daar hebben we het zo nog over, maar ze vliegen echt weg. Ik kijk om en de huizen zijn weer verkocht. Overdrijf ik nu? Ja, dat heb je goed gezien. Ook al zoek je misschien niet echt, maar voor de zoekers is het op het moment moeilijk. Er is heel veel vraag en bijna geen aanbod. Dat is lastig. Dus mensen die verkoopplannen hebben voor de verkoop van de woning. Wij komen graag bij u langs voor advies. Als u voor de koffie zorgt, zorgen wij voor een Middelburgse bolus. Ja, precies. Wij komen graag langs. Ja, jullie mogen graag bemiddelen natuurlijk. Dat is jullie business. Dat is ons maar vak. Ik vraag me af, want geldt dit nou voor alle wijken dat het gewoon vraag en aanbod zo uit balans is? Of is dat alleen in de binnenstad en de betere wijken? Of hoe? Het geldt eigenlijk toch wel voor heel Middelburg. Ja? Ja, het is heel veel vraag en bijna geen aanbod. Dus, de rente is nog steeds heel laag, dus om iets te kopen is gewoon aantrekkelijk. Je ziet ook de mensen van buiten Zeeland die naar Middelburg komen. Hier is net wat goedkoper dan de Randstad. Ook rustiger, dus het wordt ook met corona wordt dat een beetje ontdekt als een ideale plek om te wonen, werken. Dus het ziet er allemaal goed uit. Ja, nou hier in de Veerse Poort, daar waren we al eerder, maar op dit hof, de Mezenhof, daar was ik eigenlijk nog nooit aan de achterkant. En dit zijn een beetje de huizen die in het gras verstopt liggen, zeg ik altijd. Ja, met de groen. Het is een, en hier is er dus nu een op de markt gekomen, of die komt op de markt nog? Ja, klopt. Het staat vandaag op de site van M2-makelaars, dus daar kan je kijken. En vanaf morgen op Funda. Maar ik neem je graag toch even mee naar binnen, dat je ook de woning kan kijken, want het is echt een bijzonder huis. Ja, ik ben benieuwd. Al 4 meter hoog. Er staat een fantastische Italiaanse designkeuken in. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat kun je natuurlijk verder op onze site zien. Maar het leuke, Edwin. Dat is niet standaard in deze woning, hè? Dat hoort bij deze woning. Nee, zeker niet. Dat hoort speciaal voor deze woning. Het is een echt met de tafel aan het. Dat is geen kookeiland, maar het is wel een eiland. Ja, het is natuurlijk fantastisch om een keer te ontbijten of te eten. Maar er staat ook nog een luxe eethoek, staat hier iets verder. En deze huizen, het ziet er hartstikke nieuw uit, maar ze zijn toch al 14 jaar oud, hè? Ja. Maar goed, toen werd het toch al heel goed geïsoleerd. Het is natuurlijk een heel bijzonder huis. Je ziet ook aan de lichtval boven zit een lichtkoepel. Het is een heel licht huis. Ja. En dat de groene dak wat je net al benoemde, dat is natuurlijk ook erg leuk. En het stevige dak, dat er stevige goede isolatie waren. En goed voor de vogeltjes en de natuur natuurlijk, zo'n groene dak. Ja. Zie je die open haard, dat is een gashaard. Hij staat nu niet aan. Maar aan beide zijden, die trappen, dat is natuurlijk, ziet er geweldig uit, hè? Ja, ik vind het ook. Hier loop je zo de tuin ook in, hè? Oh, dat is ook weer met hoogteverschil. Ja. Ja, super. Klein vijvertje ook nog. Maar het blijft wel een sneak preview, Edwin. Ik bedoel. Hou je gewoon niet alles. De rest is op onze website. Dat is heel goed. Maar ik wil toch heel even, daar op tikken kijken. Want daar zien we daar de lange Jan. Ja hoor. Nou Martin, je zegt er is weinig aanbod, maar het lopende band in de Veerse Poort. We zijn een paar honderd meter verder nu. Ja. In de Berg Eendstraat. Ja. Daar ben ik ook nog nooit geweest. Nummer 6. Ja, en daar komt dus ook de woning waar we nu staan, die komt ook vandaag op jullie site. Ja, vandaag op M2-makelaars te zien en morgen op Funda. Dus kijk als je geïnteresseerd bent vandaag op M2-makelaars.nl. Ja, dit is ook een leuk huis. Hè. Ja. Het heeft een garage. Tuin aan de zijkant, hier een terras aan het water aan de voorzijde. Oh, dat zag ik nog niet eens. Ja, ja, super leuk. Kijk, zo de, het ijs op, ja. Als het er ligt. Oké, super. Ja, het is dezelfde wijk, het heeft alle voorzieningen, de Veerspoort hier, het winkelcentrum. Hier bij zo in de polder, dit is ietsje verderop in de wijk. Maar je ziet die wanden zijn heel mooi soort beton doen, het ziet er fantastisch uit. Ja, gewoon hartstikke leuk. Hier het zitgedeelte aan de voorlijn met veel glas. En hier is de keuken aan de voorzijde van de woning in de hoekvorm. Ja, lekker ruim. Een eettafel erbij. En boven heb je de slaapkamers, grote ruime slaapkamers en de badkamer nog. Nou, dat kunnen de mensen dan ook mooi op jullie site bekijken. Dat scheelt mij een hoop filmwerk. Ja. Nee, mooi. Ja, nou, dat is, nou ja, dus de Veerse Poort is nu even wel aan. Dus mensen grijp je kans, zeg jij dan. Hè? Zeker, leuk. Nou, oké, super. Wens iedereen een mooi weekend. En dank voor je film. Ja, jij ook. En tot de volgende maar weer. Ja.